In aanloop naar 46 jaar staatkundige onafhankelijkheid is er in het Nationaal Archief een mini-expo geopend. Reporter Sifra Goudland maakte voor u het volgende verslag. Kijkers, welkom. Wij staan in het gebouw van het Nationaal Archief, waar er een mini-expo, let u wel erop, mini-expo wordt gehouden in verband met 46 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname. Dat aanstaande donderdag herdacht wordt. Ik zal maar niet zeggen gevierd. Zal maar houden op herdacht. Daarbij hebben we hulp ingeroepen van mevrouw Mildred Caprino, die ons het een en ander gaat vertellen over hoe het allemaal is verlopen naar 46 jaar onafhankelijkheid en 25 november 1975. Het is een mini-expo, maar die ouderlingen, die ouderen, die kunnen komen en dan kunnen ze. En het liefst moeten ze met z'n tweeën of z'n drieën komen, dan kunnen ze de dingen bediscussiëren. Van zeg nou, ik heb het zo gezien, maar het is zo gelopen. De jongelingen moeten denk ik komen met begeleiding, anders snappen ze er niets van. Toch? Want elke tijd heeft zijn actualiteit. Elke tijd heeft zijn ambiance, de zaken die er gebeuren, de contouren, noem maar op. En het is altijd goed als je die jongelingen daarover vertel. Ja, ik gaf u aan het verschil van mening in het parlement over die onafhankelijkheid. Hoe men met elkaar de zaken heeft bediscussieerd. Hoe boos de ene werd en hoe minder boos de andere. Om uiteindelijk toch elkaar te vinden. Dat moet je aan die jeugd uitleggen. Volgens de historica wilde een deel van de Surinaamse samenleving al 100 jaar na de afschaffing van de slavernij in 1963... onafhankelijk worden. Maar Nederland wilde toen niet. Ook Anton de Kom sprak in de jaren 30 over de onafhankelijkheid die de Surinamers zelf zouden moeten bewerkstelligen. Een grote voorstander van de onafhankelijkheid in de jaren 60 was Eddy Bruma, zegt Caprino. Meneer Eddy Bruma, die is een politicus geweest die al in de jaren 60, in 1963, had gepleit voor de onafhankelijkheid. Zijn partij heette Nationalistische Republiek Suriname. Hij was met anderen van mening dat na 100 jaar emancipatie, dat was dus in 1963, het tijd was om de onafhankelijkheid uit te roepen. Maar het is niet zo ver gekomen, omdat ik denk dat de ambiance, dat volk, dat de meeste mensen nog niet zo ver waren om een volledige onafhankelijkheid te accepteren. Maar er is nog meer gebeurd, want voor 1963 heeft het voormalig moederland ervoor gezorgd dat het Surinaamse volk of het land een indruk zou hebben van dat ze wel onafhankelijk zouden kunnen zijn, maar niet volledig. Caprino is verder van mening dat de generaties die de 46 jaren van onafhankelijkheid hebben meegemaakt, hun kijk op zaken moeten vastleggen. De historica benadrukt dat een bezoek aan deze expo voor een ieder aan te raden is. Hoe ze erover denken, waar ze zichzelf plaatsen, hebben ze het redelijk of goed, kunnen ze hun kinderen goed opvoeden, zijn we tevreden met het onderwijs, dat zijn allemaal zaken waaraan je 46 jaar onafhankelijkheid aan kunt evalueren. En als we tegen de 5,5 aanleunen, dan moeten we dat zeggen. Maar dan moeten we werken naar, ik werk nu voor 6. Op zijn minst. Denkt u dat met 50 jaar onafhankelijkheid dat er een iets grotere tentoonstelling gehouden kan worden? Absoluut, absoluut, absoluut. Een grotere tentoonstelling en meer vooruitgang, meer vooruitzichten. Dat we de jeugd kunnen aanbieden van zeg, kijk, dat zijn de plannen en daar zijn ze mee bezig en jullie kunnen een wezenlijk aandeel aanleveren. De mini-expo is te bezichtigen tot en met 10 december. Dat kan alleen op afspraak en in groepen van maximaal 5 personen.